Beleef het avontuur mee. Van een dappere jongen. Bukken! En zijn beste vriendje. Shiloh. Ja. In het hartverwarmende verhaal waar je hele familie van zal genieten. Shiloh 2. Shiloh seizoen. Naar de beroemde roman van de bekroonde schrijver Phyllis Reynolds Naylor. De makers van de succesfilm Shiloh komen met een nieuw verhaal vol plezier. Wow! Man, je bent erin getrapt. En vriendschap. Ik zal alles doen om hem te beschermen. Meisje vriend, hij doet hetzelfde voor jou. De pers noemt hem eerlijk en warm. Als je nadenkt over wat je wilt doen met je leven, laat het van hier komen. Grappig. Ik wil of bioloog worden, of een boswachter. En als dat niet lukt, word ik een raketgeleerde, denk ik. Maar verder heb je geen ambities, toch? Een familiefilm waar ouders net zo van zullen genieten als hun kinderen. Een week of twee geleden heeft iemand mijn truck bekrast. Ik denk dat je zoon dat gedaan heeft. Maar ik heb het niet gedaan, pap. Maar wat deed hij dan op mijn land, hè? Jij krijgt problemen. Beleef de moed mee van een jongen die alles riskeert. Ik ben bang dat hij het op Shiloh gemunt heeft en mee wil nemen. Het schijnt dat Judd denkt dat die hond nog altijd van hem is, dat hij hem aan jou uitleent. Je hebt mijn beste hond. Nee hoor, Shiloh is van mij en dat weet hij. Twee gezworen vijanden. Ik wil gewoon mijn hond terug. Die hond, die is van Marty. En jij kan hem niet zomaar meenemen. Jullie horen nog van me. Worden twee vrienden. Lief zijn in het leven is iets dat je moet leren. Zullen we morgen bij Judd langs gaan? Dus het gaat jou om het aardig doen en niet om te zorgen dat hij Shiloh met rust laat. Dat is een goede vraag. Wat is er, Shiloh? En een vriend wordt een held. Je bent van mij, zolang als je leeft. Dat beloof ik je. Mis hem niet. Shiloh 2. Shiloh seizoen.